Zo, vandaag ben ik bij Wierum, het noorden van Friesland. Heel klein dorpje, wel leuk hoor, die route erheen. En heel wijd natuurlijk, klein dorpje. Vlak bij Moddergat, eigenlijk dorpje naast Moddergat, dat ligt hier naast, dat is wat bekender. Wat ze hier hebben, dat is heel mooi een soort ja, golfjes als het ware, ja, golfbreker. Dit is de Waddenzee, de dijk hebben ze. Ze hebben hier van die stukjes grond, om het maar zo te noemen. En die wilde ik eens op de voorgrond gaan gebruiken. En kijken wat dat doet als ik dat op de voorgrond heb. De dijk mee op de achtergrond en die paaltjes. Ik zit wel een beetje tegen de zon in te fotograferen. Maar goed, daar is het westen, daar gaat de zon onder. Ik zie trouwens ook de eilanden, dat is wel grappig, het is vrij helder. Ik ga hem gewoon nemen, ga kijken, misschien nog eens even qua positie veranderen. Of we zo'n soort foto kunnen maken. Dus ik ga hem eerst in ieder geval even nemen. Ik had hem al even klaargezet. 2 seconden timer altijd. Nou, lijkt goed. Dus we gaan zo even naar de foto kijken. Nou, ik ben nu bij die golfbrekers aangekomen. De eerste foto die ik hier ga maken is rechterop. Dus als het ware is het een rechte lijn waarop die zit. Ja. En de voorgrond van de dijk als lijn. Dan recht loodrechterop die paaltjes en die buigen zo in de verte af. Dus de kunst is even om echt loodrechterop te staan. Het is ook leuk om straks nog even een foto van de zijkant te maken, kijken hoe dat werkt. Deze foto wilde ik in ieder geval eerst even maken. Het is nou eb, dus het water dat is nog ver weg, duurt nog wel even. Dus nu is het een beetje water, een beetje kleiachtig bodem. Dus ik vind het wel mooi, de zon staat er zo schuin op. Dus kijken wat die gaat doen. Dus ik ga hem in ieder geval maken. Lijkt goed, dus we gaan hem zo even bekijken. Het duurt nou niet meer heel lang en dan gaat de zon straks bijna onder. De zongloed wordt al wat oranjeder. Gouden uurtje. Die golfbrekers daar. Ik denk dat dit ook wel een hele mooie foto kan worden. Een beetje die spiegeling op het water en die rotsblokjes of stukjes zeebodem. Dus deze foto gaan we zeker maken.
Jullie zullen straks weer even zien. Nou, fantastisch hier hoor, in Wierum, vlakbij Moddergat. Echt een aanrader, zorg dat het app is. He, dan kan je naar de getijdentabellen kijken. En nou, iets met wolken kan. Nou is het helemaal blauwe lucht, dus dat kan ook. He, maar dan moet je echt eigenlijk zorgen dat die zon wat lager is. Dan krijg je die hele mooie warme gloed. En daarnaast is het altijd goed om je omgeving, locatie te spotten, te bekijken. Van, mocht je een volgende keer terugkomen, dat je even van tevoren weet, oké, daar moet ik wezen, dat kan ik tegenkomen. Versnelt gewoon als je daarheen gaat, boom, 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 dan kan je daar en daarheen. Dus ik ben nu eigenlijk een beetje in de spotstand, om het maar zo te zeggen. En toch ook al foto's aan het maken en de volgende keer denk ik van, hey, misschien is het leuk als er dan toch wat wolken zijn met die zonsondergang, mooi gekleurde lucht. Dat zou ook een hele mooie combinatie kunnen zijn. Goed. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer weer ergens anders in Nederland. Duimpje op of abonneer. En succes weer met fotograferen. Doei!